Ik heb een beetje last van bloedtandvlees, dat klopt. En als man met bloedtandvlees heb ik bestuurd ook meer dan aan de vorige PA-persoon van Kamahuska. En ik weet nog goed dat Kamahuska mij op dat moment gezegd had van kijk, bloedtandvlees, er zit ook een taboe op. Het is tijd dat we dat doorbreken. Wie beter dan jij kunt daarvoor in aanmerking komen? Dus ik heb gezegd: oké, ik doe mee. Ik zorg wel dat 50% van de winst gaat naar een stichting, om een stichting op te richten, bevoordelen van mensen met bloed- en tandvlees. Dat heeft hij niet gedaan. Daarom is het nu recht van antwoord. Hier. Ik heb bloedtandvlees, ja. Ik heb daar heel mijn leven miserie mee gehad. Wel, heel mijn leven. Eerst wou ik ambulancier worden. En hij zijn ontslagen omdat ik te veel bloed verloor in de open wonden van de slachtoffers. Zo vond dat niet tof. Dan heb ik een tijd mondharmonica gespeeld. Ik was een soort van de Bleeding Teeth Toulemans, denk ik tegen. Ik kon ook vergeten. Ik heb een tijdje ballet gedaan, maar dat was wel vroeger, maar dat was eigenlijk niet. Ik heb ook nog een schilderij gerestaureerd, de Nachtwacht van Rembrandt, ene keer. En dan heb ik hem restaureren. Kijk, mijn vader had bloedtandvlees, mijn moeder had bloedtandvlees, mijn zus had bloedtandvlees, mijn non had bloedtandvlees, mijn halfzus had bloedtandvlees. Ik heb een benzinebeest, hij zat in de kom met bloed, maar goed, ik had mijn halfzus met bloedtandvlees. Dus voor mij was dat doodgewoon. Maar was een piece of cake, tandvlees, dat bloedde. Wij keken er niet van op. Maar dan altijd maar de andere mensen zeggen: oh, heb precies bloed en tandvlees. Who the fuck cares, weet je wel? Die put me geen kloten van aan. Voor mij was dat doodgewoon. En het is dat wat ik wil aankaarten in die show. Weet je wel? Het is dat. Bloed en tandvlees is een gewoon fenomeen. Ik heb daar mensen die bloemen, mensen met balletjes, mensen met platvoeten. Zo hebben ook mensen die bloemen uit hun tandvlees. En we klappen er verder niet meer over. Ik wil ook dat mensen met bloemen tandvlees meer in de media komen. Dat we de aandacht krijgen die we verdienen. Dat we. En de hij wil al een keer een zanger op de Roodzongfestival zijn land zien verdedigen met bloed en tandvlees? Nee, nooit. En de hij al een keer een journalist van de reportage zien over Irak, waar dat de kop werden afgesneden, die zelfs ook maar een klein beetje last had van bloed en tandvlees? Nee. En daar wil ik aankaarten. Daar wil ik het over hebben. Nu, en ik heb het erover, in uw show.